De Quicksilver S-prijs, de negende koers. Onder nummer 1 Baco Boy, Annemiek Beekman. De 2 Eagle Transair, Erik Westerveld. Nummer 3 Freeway Fortuna, Hilda Hostra. De 4 Brazil Elegance, Peter Wisker. De 5 is Nomi Di Quattro, Erik van den Berg. Nummer 6 Elliot River, Fred Handelaar. De 7 Count Me Out, Richard Hauber. De 8 Be The Blue, Leonie Kalis. 9 Marianne Vreo, Fred de Zoete. 150 meter tot het startpunt. 100 meter nog. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste koers van vanmiddag. En het is na de start aan de buitenkant Naomi Di Quattro die de leiding neemt. Naomi Di Quattro heeft een lengtevoorsprong genomen. Elliot River gaat naar de tweede plaats. Aan de binnenkant ligt Baco Boy derde. Wijd aan de buitenzijde komt hij rond thuis alweer naar voren. Count Me Out. Count Me Out gaat in het derde spoor de opmars maken. Achter de leiders ligt op dit ogenblik Eagle Trans Air. En Eagle Trans Air wordt voorafgegaan door Beat the Blue. En gevolgd door Brazil Elegance. Laatste van het peloton is Amarian Vreo. Paarden in de rechte lijn voor de tribune voor de eerste maal. Posities zijn nog altijd niet gekozen en verdeeld. Maar volgens nog is Naomi Di Quattro de leider. Naomi Di Quattro aan de buitenzijde meldt zich Elliot River. Helemaal aan de buitenzijde komt Count Me Out naar voren. En die heeft wel zin in de leiding en die gaat de leiding ook overnemen. Count Me Out, Richard Hauber neemt de lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Naomi Di Quattro en in derde positie Baco Boy. Vierde aan de buitenzijde is Elliot River. Daarachter volgt Freeway Fortuna. Zo gaan we de laatste ronde in. Dan Beat the Blue. Die wordt gevolgd door Eagle Trans Air. Daarachter volgt Brazil Elegance en aan de start Amarian Vreo. Paarden in de laatste ronde in de Klingendalbocht op weg naar de overzijde. Het Count Me Out die een lengtevoorsprong heeft op Naomi Di Quattro. En op de derde plaats ligt nog altijd Baco Boy. Zo gaan we de laatste 1000 meter in. Zijn we halverwege koers. Elliot Rivers, de eerste paard tot we in het tweede spoor tegenkomen. Daarachter Beat the Blue met verder weg dan Freeway Fortuna. Die wordt gevolgd door Brazil Elegance. Dan volgt Eagle Trans Air. En laatste onveranderd, nu al aangesloten, Amarian Vreo. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Zo dadelijk langs het laantje van Jochems met nog altijd Count Me Out. Count Me Out de leider, een lengtevoorsprong. Naomi Di Quattro tweede. Derde is Baco Boy. Op de vierde plaats is het dan Elliot River. Elliot River wordt dan gevolgd door aan de binnenzijde liggende Beat the Blue. En zo gaan we dan de laatste bocht in. En ook zien we dat naar voren komt op dit ogenblik. Freeway Fortuna maakt een half plaatje goed en wordt gevolgd door Eagle Trans Air. Maar Count Me Out die blijft op geen enkele concurrent wachten. Heeft een 3-4 lengtevoorsprong genomen. Als we de laatste rechte lijn indraaien met nog 400 meter te gaan, is het Count Me Out die leidt. Count Me Out voor Beat the Blue. En daarachter volgt dan Naomi Di Quattro die terugvalt door het veld als een steen in water. Aan de buitenkant komt Baco Boy naar voren. Beat the Blue aan de binnenkant. En Baco Boy zijn de challengers. Maar ook Freeway Fortuna komt naar voren. En het is bij Count Me Out nu de proppen getrokken. En daar komt Freeway Fortuna. En Freeway Fortuna gaat er overheen. En heel gemakkelijk. En gaat heel gemakkelijk de laatste koers winnen met Hilda Hofstra. Close voor de tweede plaats. Want Baco Boy kan nog net Count Me Out geklopt hebben voor die tweede plaats. Dat laten we over aan de rechter. Vierde werd in ieder geval Eagle Trans Air.